Ik heb één van de jonge spelers van Nederlands elftal aan de telefoon nu. Die is in Spanje, Quincy Promes. Quincy, ben jij iemand die de tassen draagt? Of ben je iemand die gewoon doorloopt met je koptelefoon? ja, je bent dus laatste. Momenteel draag ik ze niet meer, maar er zijn heel veel jonge jongens. Maar ik herinner me nog heel goed dat ik ze wel heb moeten dragen nog. Herken je wat Wijnaldum zegt over de bondscoach? Dat hij jouw generatie, jullie generatie goed snapt? Ja, ik begrijp het wel. Ja, je zou anders zeggen nu. Je zou nu zeggen van, nee, begrijp er helemaal niks van. Nee, ik kan het ook uitleggen. Ja, vertel. Ja, vroeger gingen dingen heel anders. Nu is social media natuurlijk een heel groot factor, ook bij voetballers. En ja, je moet ook dingen willen accepteren mocht je ons kunnen begrijpen. Dus ik denk dat de bondscoach dat wel heel goed doet. Dus als Memphis inderdaad een video wil maken, of als jij laat zien waar je woont in Rusland, is het lang geleden, ik weet het. Maar dat moet kunnen, want dat is jouw generatie. Dat is wat je zegt. Ja, ik denk dat wij gewoon wat meer open-minded daarin zijn. En ja, we hebben ook een privéleven en wij zijn niet bang om dat te tonen aan de buitenwereld. En voetballers mogen niet heel veel. En het is ook logisch van buitenaf, omdat je hebt de oude wetten wat ze zeggen dat we veel verdienen en dat we alleen moeten voetballen. We mogen geen muziek maken enzovoort. Maar ja, wij laten wel gewoon zien dat wij dat ook leuk vinden en ook het kunnen combineren. Dus ja, het is een beetje acceptatie. Maar ik begrijp dat mensen het raar vinden. Nou, gaat het ook over voetballen natuurlijk. En nou zit je bij Sevilla. Trouwens verloren van Real Madrid met 2-0. Maar je staat de laatste tijd vaker, als je al speelt, zei je rechtsback of een soort van rechtsback. Is dat in een viermansverdediging of in een vijfmansverdediging? In een vijfmans. Dus je moet veel gaan? Ja, de hele lijn is van jou dan. Dus je bent eigenlijk een soort rechtsbuiten of rechtsback? Ja, allebei. Wingback heet dat, mooi. Heb je daarover gesproken met Koeman, wat dat betekent voor je positie in het Nederlands elftal? Want het is natuurlijk een totaal andere positie in eerste instantie, daar waarvoor hij jou waarschijnlijk ziet. Ja, aanvallend verandert er niet heel veel. Alleen moet ik natuurlijk ook heel veel verdedigend doen. We hebben nog niet inhoudelijk gesproken, maar ik kreeg wel een appje van hem. Oh, en wat zei hij dan? Oké, goed gedaan. Nee, hij zei nieuwe positie, vraagteken. Goed bericht. En toen zei jij terug, ja, uitroepteken. Ja, de trainer weet heeft verstand van voetbal, maar ik waardeerde het wel. Hoe wil wel zeggen dat hij het bijhoudt. Nou, luister even mee, Quincy, want hij zit toch aan tafel, dus hij kan er meteen bijpraten. Hoe kijken die naar? Want het is natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel opvallend voor zo'n speler dat hij van links of rechts buiten ineens rechtsback, wel de hele lijn. Nou ja. Als eerste is het natuurlijk belangrijk dat een speler speelt. En dan dat hij speelt ook nog op zijn beste positie, laat ik het zo zeggen. En dit is een trainer waar hij bij gekomen is. Ja, die speelt een ander systeem. En je hebt meerdere spelers binnen een selectie, hè, binnen een Nederlands elftal, die bij hun club wel eens een ander systeem spelen dan jij met het Nederlands elftal speelt. Dat wil niet dat daarom dat een probleem is. Minuten maken, dat is het beste, maar Quincy is er al een lange tijd bij en ik waardeer Quincy en de positie die hij kan bespelen zal anders zijn waar hij nu speelt of waar hij nu af en toe invalt dan die eventueel bij het Nederlands elftal speelt. Maar is het nadelig voor hem? Op langere termijn kan dat nadelig zijn, ja. Quincy, is dit een reden om eventueel uit te kijken naar een andere club? Momenteel niet. Als je me een beetje kent, weet je dat ik niet zo snel opgeef. En we gaan gewoon keihard aan de slag. En ik probeer gewoon mijn niveau te halen. En ik voel ook dat ik dicht bij een basisplek zit. Dus ik maak me nog niet druk. Heb je nog iets te zeggen tegen Ajax, na jullie ervaring tegen Real Madrid? Ze moeten hun borst nat maken natuurlijk. Ze zitten in een mindere fase, ondanks wat we verloren hebben. Maar het blijft Real Madrid. Dankjewel, Quincy Promes. Succes bij Sevilla. Joep.